So I was walking around the other day in Antwerp, and I came across this gallery that sells Georgian wine. Very, very interesting lady who is the owner. Before she used to be in Breda, but now she's in Antwerp. And if you get a chance, go check it out. Georgian wine, oldest wine made in the world. And let's get ready to Ik go begin. inside. Waar zit ik? Ja, dit zijn Georgische wijnen. En Georgië maakt al 8000 jaar wijn. Ook op de oudste manier, dus in een aardewerken kruik die in de grond gaat. En dan gaat er niks bij. Dus puur natuur, dus de druiven die gisten onder de grond en na 6 maanden is die klaar. Mooi. Of soms wat langer, maar En dat wordt ja. opnieuw, Ja, ja, dus dat is heel eigenlijk populair. de amberrevolutie noemen ze dat wel, deze. De Amber Revolutie. Ja, dus dan krijg je een kleur zoals deze. Dat zijn witte druiven die dan hierin gaan en dan krijg je ja, oranje wijn, Oh, mooi. orange wijn. Oké. So guys, this is in Antwerpen, and it's a gallery. Very nice lady you heard talking, and yes, interesting.